Onze volgende bezienswaardigheid ligt in Syracusa. Syracusa was in de 4e eeuw voor Christus een van de mooiste en de rijkste steden van het Griekse Rijk. In het Neapolispark ziet men graftombe en het Romeins amfitheater. Oorspronkelijk was Syracuse een Griekse kolonie. Het werd in 734 voor Christus gesticht door Griekse boeren uit Korinthe. 500 jaar later werd de stad door de Romeinen op de Grieken veroverd, waarbij Syracusa's bekendste zoon, de wiskundige Archimedes, hierbij om het leven kwam. Op een hoger gelegen plateau komen we aan het Griekse theater, waar, zoals meer dan 2000 jaar geleden, de toneelstukken van Aeschylus en Euripides nog steeds in de zomer worden uitgevoerd. Ten zuidoosten van het moderne Agrigento ligt de wereldberoemde Tempelvallei. Deze naam is niet helemaal correct, want vrijwel alle tempels staan op een heuvelrug. Deze Tempel van Juno biedt een super panorama over de heuvelrug met de tempels en de vallei waar ooit de oude stad lag. Deze werd gebouwd in de klassieke periode tussen 470 en 406 voor Christus. Bijzonder is het offeraltaar voor de tempel, waar de Grieken hun rituelen hielden. In de 18e eeuw is het bouwwerk, dat bij een aardbeving was ingestort, deel gereconstrueerd. Nergens is de harmonie tussen natuur en cultuur zo volmaakt als in dit grootste archeologisch park van de wereld. De cactus die hier groeit is de Indische bij en werd in de 16e eeuw door de Spanjaarden ingevoerd en is ondertussen het beeld van Sicilië geworden. Deze olijfboom is meer dan 500 jaar oud. Deze bomen kunnen 1500 jaar worden. Tussen de tempel van Gionone en de tempel van Concordia ontwaren we uitgollingen in de muurwand. In die tijd was dit een uitgestrekt begraafplaats met meer dan 130 christelijke graven. De stenen en bronzen beelden die tussen de twee tempels opgesteld staan, zijn van de Poolse beeldhouwer Igor Mitoraj, die na 1968 in Frankrijk en Italië woonde. Zijn werken zijn geïnspireerd door beelden van de Griekse mythologie. Met deze creaties heeft de kunstenaar werk gemaakt van de Griekse god Ikaro en de godin Nike. La Grotta di Fracabane is een uitgebreide catacombe die diende voor de huisvesting van meerdere familiegroepen. De nissen werden gebruikt voor opslag van granen en de ondergrondse caviteiten als watercisternes.
Il Tempio del Concordia. De Concordia-tempel werd gebouwd 430 voor Christus. Met zijn harmonieuze verhoudingen en een oogverblindende bruinrode tint is dit een juweel van klassieke tempelbouwkunst. Dit is een van de best bewaarde tempels uit de Griekse oudheid. In de 6e eeuw werd de tempel omgebouwd tot kerk en dat bleef zo tot 1788. Hier heeft Igor Mithurai zich laten inspireren door de Griekse god Hermes. In Agrigento vinden we 's avonds na lang zoeken een heel goed restaurantje. Ons volgende reisdoel wordt Monreale. Monreale betekent koninklijke heuvel. Vlakbij Palermo, aan de rand van de Conca d'Oro, de Gouden Vallei, ligt het dorpje Monreale. Het plaatsje ontstond in de middeleeuwen rond de kathedraal en het Benedictijnenklooster. In tegenstelling tot de buitenkant van de kathedraal is het interieur rijkelijk versierd met schitterende mozaïeken. Volgens de legende werd deze kathedraal gebouwd door Willem II, nadat hij een visioen had van Onze Lieve Vrouw. Het geheel is majestueus en plechtig. Dit is het resultaat van monnikengeduld van Byzantijnse en Arabische meesters.